Wat is dit? What? Yo, Nintendo fans, super top dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. En we gaan natuurlijk weer verder met Pokémon Sword and Shield. We zijn onderweg naar Turfield, naar de volgende stad, waar we waarschijnlijk de volgende gym gaan doen. Maar eerst moeten we even battelen met deze kleine koter. Oh wow, jij hebt een toffe Pokémon. En ik moet de vraag van de dag nog aanpassen en ik weet gelijk een goede vraag. Namelijk, welk cijfer geef jij Sizzlypeed? Dat is deze Pokémon. Niet mijn Pokémon, maar de Pokémon van Peter. Ik vind deze echt super tof. Een soort van Centipede, maar dat zal ongetwijfeld een vuurtype zijn. Ja, hij doet Ember. Ik vind het een hele toffe Pokémon. Het lijkt ook een beetje op zo'n firecracker. Dat vuurwerk, weet je wel. Zo'n matje. Ik wil deze eigenlijk gewoon hebben. Mag ik hem ruilen? Ik wil jouw Sizzlypeed. Hij is ook best sterk. Hij overleeft mijn wateraanval best wel goed. Hoppa, nog een waterpistool op zijn bakken. Zie je, die overleeft hij ook. Gewoon de tweede die hij overleeft. Ik snap alleen niet waarom je het rap doet. Heb je echt niks beters? Het is wel een matige aanval. Hoppakee, derde waterpistooltje. En het is klaar voor Sizzlypeed. Maar ik zou Sizzlypeed, denk ik, echt wel een 9 geven of zo. Ik vind het echt een vette Pokémon. Hij gaat er nu een Dottler uitsturen. Ja, dat is Bug. En ik ga er dan ook een Dottler uitsturen. Let's go. Want Dottler is namelijk ook Psychic. En ik heb gewoon Struggle Bug. Een Bug aanval wat weer super effectief is op Psychic. Dus we kunnen hem alsnog goed raken. We hebben natuurlijk geen vogel-Pokémon meer, geen flying-Pokémon meer. Anders hadden we die in kunnen zetten. Ja, hij heeft alleen hetzelfde idee. Dat doe je ook wel slim. Dus dit wordt het titanengevecht der insecten. Pak hem! Zou nog best wel eens even lang kunnen duren, want we zijn elkaar stats ook aan het nerven. Kijk, hij heeft net een lightscreen gedaan, waardoor mijn aanval nog minder hard aankomt. Ja, oké. Okay. Nog even, en dit wordt hetzelfde als de klassieke Metapod battle. Dat is echt een classic. Metapod tegen Metapod is echt classic. Dit lijkt er wel een beetje op. Ik denk dat ik hem serieus nog 2 of 3 keer moet raken voor dit kleine stukje HP. Ja, oké, okay, 2 keer. Moet goed komen. Kom op, Dottler. Nu? Klaar? Klaar. Lekker. GG, Dottler. Dit win je toch gewoon even. De Twacky gaat een level omhoog. Nou, er gaan 4 Pokémon's een level omhoog. Zeg ik Pokémon's? Sorry. Pokémon. Jemper wil Roar leren. Dat vind ik een nutteloze move. Die hoef ik niet te leren. Jultool heeft Protect geleerd. En ook Twacky is al naar level 17. Oké, okay, go, 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 go. Ontwijk alle Rollycollies. We hebben al een Rollycolly gevangen. Hier hebben we een super potion. En dan gaan we blijkbaar weer een grotje in. Hallo mevrouw. Mijn zus en ik hebben samen een pop-up Pokémon Center. Oh, super nice. Dus jij hield mijn Pokémon gewoon even. Kijk, dat is chill. Dan gaan we een grot in. En in grotten zijn meestal steentype Pokémon. Daarom ga ik Chewtool nu vooraan zetten. Want Chewtool en Thwacky, die kunnen die steen Pokémon natuurlijk best wel goed counteren. Ik zag een Diglett. Diglett en Swoobat. Yo, Diglett, kom eens. Ik wil je even battelen, Diglett. Ziet er trouwens echt vet uit, man. De vormgeving van deze grot is echt nice. Met al die lampjes. En die lichtjes. Waterpistool. Ah, is net niet kapot. Nog een waterpistool. En nu is die wel kapot. Ga maar weer ondergronds, Diglett. Doei. Maar dit ziet er serieus vet uit, man. Kijk al die lichtgevende steentjes en zo. Kijk dan. Ja, dit is wel vet, hoor. I like it. Pak even een revive. Hier zien we een mijnwerker. Mijn partner en ik zijn in perfecte sync. Nou, laat maar zien, Keith. Rock'n'roller. Die moeten wij wel kunnen pakken. Bam! Rock'n'Roller doet een tackletje. Suffe aanval, jongen. Kon je nou echt niks beters verzinnen? Hoppakee, later. Oh, dat was hem alweer. Hij had maar 1 Pokémon. Nou, dan lopen we gewoon even rustig door. Ik zag daar een Pokéball. Kunnen we... Ja, kijk, dan kunnen we hier naartoe. Er zijn 3 Great Balls. Nice, ik heb in de vorige aflevering een Rollycolly gevangen met een Great Ball. Dus nu heb ik weer Great Balls erbij. En we hebben de TM54 Rock Blast. Nice. Zo, maar die steentjes, man. Ik heb nog nooit zo'n grot gezien met van die mooie steentjes. Hier hebben we een vrouwelijke mijnwerkster, Georgia. En die heeft een Timber. Am jij alleen Timber? Ben ik benieuwd of mijn Tootle deze Timber kan hebben, jongens. Had ik in ieder geval niet Bite moeten doen. Ofwel, want die flincht. Dat is geluk bij een ongeluk. Waterpistool beter? Ja, niet echt. Ik krijg een low kick. Misschien moet ik gewoon verder gaan met Bite. Ondanks dat het not very effective is, kan het hem wel flinchen. Ah, nee. Kom op, Tootle. Auw, Rock Throw. Dat doet altijd pijn. Waterpistool. Pak hem. Chewtool is inmiddels wel level 14. Ik ben benieuwd op welk level Chewtool gaat evalueren, jongens. Doei, Timber. Het is wel gelukt. Oh, heeft hij nog een Timber? Nou, in dat geval ga ik natuurlijk even voor Twacky. Resolieve maar even kapot, jongens. Hoppa. Ik krijg een low kick terug. Ja, die kan Twacky wel hebben. Kijk hem staan, jongen. Kijk hem bouncen zo. Niks aan de hand, jongen. Kom maar op. En
en Zigzagoon's level up. Nog een Timber? Ja, gewoon 3 Timbers, man. Welcome to Timberland, jongens. Waarom heb je zoveel Pokémon? Kon je niet even 1 Timber aan je mattie geven die alleen een Rock'n'Roll had? Ik bedoel, die had ik met 2 klappen dood, maar dit duurt even wat langer. Dat was de story of the Timblers. Totlegroen naar level 15, Rolycolly naar 15 en Choodle ook naar 15. Dit was even een zware battle, joh. Zullen we even kijken wat we hier kunnen vinden? Een TM in ieder geval, Scary Face. Nice. Oh, en daar ligt ook nog wat. Stardust. Ja, misschien moet ik zo langzamerhand wel mijn Pokémon even healen. Sowieso Choodle even. En Twacky ook. Let's go. Oh, daar loopt dus een Timber en een Swoobat. Ja, die gaan we allebei niet vangen. Dus we gaan rustig door. Oh, dit ziet er zo cool uit, man. Ik snap wel dat deze mijnwerkers in deze mijn willen werken. Dit is gewoon awesome. En er komt een Diglett. Nou, Diglett moet denk ik niet zo'n probleem zijn voor Choodle. Kijk, hoppa. Ik weet alleen niet of Diglett de move Dig al kent. Ik denk het niet. Hij is nog maar level 14. Het is nog mijn teeny mini Diglettje. Little eeny mini Diglett. Doei, eeny mini Diglett. Mazzel. We gaan nu... Oké, een Drillbur. Ja, die kan Choodle ook wel hebben. Level 15 tegen level 15. Oh, Drillbur is wel sneller. Kijk hem scratchen dan. Ik heb wel echt 3 klappen nodig om die Drillbur te slopen, zo te zien. Dus hopelijk overleven we al die scratches van Drillbur. Go, 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 go. Oh, nice. Nice. Dus blijkbaar toch met 2 klappen. Hoppa, geef me die XP. Het is wel echt een lekkere plek om met Choodle te trainen dit. Oeh, kijk daar. Ah, die zien ze zo... Wow, wat gaat daar? Wow, wat is dat voor mijn car? Wat? Dat was zeker de evolutie van mijn Rolycolly. Dat is jouw broer, hè? Dat is jouw broer. Die was vet. Oh, nu wil ik gewoon echt dat mijn Pokémon evolueert. Dat mijn Rolycolly gaat evolueren. Dan wordt het gewoon een minecar. Wat vet. Ik ben benieuwd of die er bijna is. Misschien gebeurt het namelijk wel op level 16 dat die evolueert. En mijn Rolycolly is op dit moment level 15. Dus het zou zomaar kunnen gebeuren in deze video. In ieder geval is mijn Choodle ook wel lekker bezig, hoor. Die gaat wel lekker met zijn waterpistooltje. Jemper groeit ondertussen naar level 16. Ze komen nu allemaal een beetje op het level dat ze misschien wel, misschien niet gaan evolueren. Ah, maar Yamper evolueert in ieder geval nog niet. Go, go, go. Oh, we zien daar weer die stomme... Ja, wat is het? Is het nou een gozer? Of is het een vrouw? Die deed zo stoer bij de Pokémon-ceremonie in ieder geval. Kijk dan. Handje in zijn zak. Kom je hier naartoe? Ik adviseer dat je dat niet doet. Elke trainer met een Wishing Star, die wil ik in elkaar slaan met mijn Pokémon. Dude, ben je serieus? Kom dan. Jij bent die Gym Challenger die aangeraden is door de kampioen, die voorgedragen is door de kampioen. Wat een grap. Je weet dat de chairman belangrijker is dan de kampioen, hè? Ik ben gekozen door de chairman, dus ik ben toffer dan jij. Ik ga het nu bewijzen hoe zielig je bent. Wat een KL Ootzak. Man, doe eens even normaal, joh. Oh, je hebt een Solosis. Oké, kom maar stoer doen met je Solosis. Ik ga je Solosis even keihard bijten. Lekker. Super effective. Wie is hier nou zielig, jongen? 1 klappie en je Pokémon is weg, vriend. Oh, hij zegt, ik geef je Pokémon alleen gewoon een kleine kans. Je blijft stoer doen. Ik ben je aan het slopen, hè. Ik weet niet of je het door hebt. Maar ik ben je gewoon kapot aan het maken, vriend. Wil je getwackied worden door mijn Twacky? Mijn Twacky twackt jouw Twacker kapot, jongen. Jouw Go-Twetta, die wordt getwackt door mijn Twacky. Pak hem, joh, met een Razorleaf. 2 Razorleafjes, is genoeg. Jij mag even een Psybeam doen van mij, mag. Dat accepteer ik. Ik weet niet, ga je potion geven? Nee? Dan is het klaar met je Gothita, hè? Dan is hij gewoon weg. Ik weet niet, heb je nog meer Pokémon? Ik word altijd een beetje agressief van die trainers die zo stoer doen. Die denken dat ze de man zijn, of de vrouw, of de wereld, of whatever. En vervolgens maken ze helemaal kapot. Een Hatena. Kom maar op met je Hatena. Oké, het ziet er schattig uit, deze Hatena. Geen idee of het een goede Pokémon is. Ik ken hem nog niet. Het is niet eentje die ik snel in mijn team zou doen, denk ik. Hatena doet in ieder geval Confusion. Ik Razorleaf je wel gewoon kapot, oké? Heb je nog meer Pokémon? Of wil je stoer blijven doen voor mij? Want ik kan nog wel even door, hoor. Rolycolly gaat naar level 16 en Zigzagoon naar 15. En die wil Baby Doll Ice leren. Nee, hoeft niet. Bede. Ik heb je verslagen, bede. Nog even, je kan je naam uitspreken als Bassie van Adriaan. Nou, bede, die had het niet verwacht. Je bent toch ietsje sterker dan dat ik dacht. Maar nu ga ik je stijl en je strategie onthouden. En de volgende keer dan sloop ik je helemaal. Ga maar gewoon weg. Dag, bede. Later. Man. Beetje stoer lopen doen en dan kansloos verliezen. Hou toch op, joh. Nou, laten we naar buiten gaan. Dan denk ik dat we zo langzamerhand aankomen in Turfield. Maar eerst, dan ga ik even naar haar toe. Want ik denk dat zij mijn Pokémon dan ook gaan healen. Ja. Dit is de zus van degene die bij de ingang stond. Dit is super chill. Thank you. En daar in de verte zien we ook alweer een nieuw stadion. En daar gaan we straks onze eerste gym challenge hebben, jongens. Het is een grasstadion met gras Pokémon. Maar eerst zouden we nog wel even hier kunnen kijken. In deze korenvelden. Kijken of we wat nieuwe Pokémon kunnen spotten. Wat loopt daar? Dat is een Manitrike.
Main Trike. Oh, en jij bent Pikachu. Hoi Pikachu. En die gooit inderdaad een Pikachu. Ja, nou begin ik met Tootle en dat is niet heel handig. Ik ga dan ook even switchen naar Rollicolli. Wat een toffe Pokémon is dit. Ik vind hem denk ik toffer dan Geodude, man. Om eerlijk te zijn. Oh, wow. Huh? Thunderwave. Ik ben gelijk paralyzed. Ik doe wel even een smackdowntje, oké? Okay? Hoppa. Ik ga eerlijk bekennen. Jouw Pikachu is vrij sterk. Dat doe je goed. Je hebt me goed getraind. Dus moet ik toch weer even met mijn Twacky komen. Want mijn Twacky is pro in het uitdelen van wackies. Doei Pikachu. Arme Pikachu. No. Dodler groeit naar level 16. Hebben Shane verslagen. Wat is dit? What? Wat is dit? Dit is een Meowth. Dit is de Galarian Meowth. Oh, die is zo vet. Die heeft gewoon een dikke baard, jongen. Oh, deze Meowth is een baas. Oh, die moet ik toch ook in mijn team hebben, jongens. Maar wie moet er dan uit? Oh, man. Dit is niet te doen. Wie moet ik er nou in en uit mijn team gooien? Deze Meowth is super dope. Die Meowth is een Steel-type Pokémon, zo te zien. Want hij kent Steel aanvallen. Oh, man. Ik weet het echt niet. Ik weet echt niet of ik deze in mijn team moet houden. Eerlijk gezegd, ik weet gewoon niet wie ik eruit moet doen. Dat is het een beetje. Nou, ik doe hem nu uit mijn team. En in de volgende video ga ik vragen wie jullie allemaal willen dat er in mijn team zitten. Want we hebben zo langzamerhand al best wel veel Pokémon die we in het team kunnen doen. Oh, man. Deze Meowth. Ik weet het niet, jongens. Ik heb nu al spijt dat hij niet in mijn team zit. We gaan even alle items hier oppakken. En even kijken of we nog meer nieuwe Pokémon kunnen scouten. Yamper loopt daar. Oeh, nice. Een Pumpkaboo. Mantrikes. Ja, die hoef ik niet, hoor. Die hoef ik niet. Oh, het zijn Electrikes. Ik vergeet het altijd. Ik gooi dat altijd door elkaar. Mantrike is natuurlijk zijn evolutie. Oh, nice. Een Rare Candy ligt hier gewoon. Ha, daar zien we nog een keer die Meowth. Wat een baas. Oh, ja, die Meowth is wel echt heel vet. Ik ben ook zo benieuwd waarin die evolueert. 50 jaar voedt jij al Pokémon op? Wat? Ben jij al 50 jaar? Jij bent geen 50 jaar. Wat zeg jij, man? Je ziet er veel jonger uit. Jij bent nooit 50 jaar. Daar komen ze, hoor. Met een Electrike. Hij deed in ieder geval een tackletje. Dat stelt helemaal niks voor. Wij doen een smackdown. Ja, dit gaat wel beter. Kom on, Rollicolli. I love my Rollicolli. Hoppakee. Nog één klapje en dan is het klaar. Dan heb je even een goed... Oh, nee. Oh, nee. 50 jaar ervaring. En dan ga je hem toch nog even proberen door gewoon een potion te gebruiken. En dan denk je van, ja, nu... Nu ga ik die battle wel winnen. Nu ik die potion heb gebruikt, gaat alles helemaal goed komen en kan ik er weer tegenaan. Maar het maakt niet uit. Je stelt het alleen maar één beurt uit voordat je gaat verliezen. Sorry man, daar gaat je Electrike. Ik kan er niks aan doen. Dat is de manier waarop we Pokémon battles voeren. Zonde van je potion, man. Zonde van je monies. Hij gaat een Lotad eruit sturen. Ga ik even switchen naar Yamper, denk ik. Beginnen we even met een Nuzzeltje. Nuzzle! Hoppa, hij is geparalyzed. Hij gebruikt waterpistooltje. Dan gaan wij hem even bijten. Oh, we flinchen hem. Dat is mooi. Dat is helemaal top. Dan gaan we nu die Lotad ook verslaan. Bye bye, Lotad. En dan gaan Tootle en... Nee, alleen Yamper gaat een level omhoog. Naar level 17 ook alweer. Yamper gaat ook wel lekker. Ja, jij hebt sowieso gelogen dat jij al 50 jaar Pokémon opvoedt. Daar geloof ik echt helemaal niks van. Alright, ik zag hier nog allemaal itempies liggen. Hier ligt een itempie. Oh, ik word er achterna gezeten door Meowth, jongens. Oh, en we gaan even een paddle doen tegen nog een Pikachu. In je Pikachu onesie. Wisten jullie dat ik ook een Pikachu onesie heb? Moet ik een keer mijn Pikachu onesie aandoen, jongens? Bij 500 duimpjes omhoog doe ik een keer mijn Pikachu onesie aan. Zullen we dat afspreken? 500 duimpjes omhoog. Dan gaat het gebeuren. Let's smack him down. Bam. Nu gaat Tootle wel een leveltje omhoog. Grubbin doet Bug Bite. Ja, dat is best wel een sterk aanvalje. Hoppa. Maar dit is een behoorlijk veel sterker aanvalje. Lekker hoor, die smackdown move. Ja, die werkt wel goed. En toen was ik opeens geflinched. Lekker dan. En dan ga ik ook nog Tootle eruit gooien. Dat is ook niet heel handig. Gelukkig doet hij Bug Bite. En geen elektrische aanval. Oké, maar die Grubbin, dat is wel een aardig Pokémon. Dat heb ik al gemerkt. Die is wel goed in deze game. Maar we slopen hem wel. Ik wil eigenlijk gewoon die Pokéball hebben die hier ligt. Ja, Pin Missile. Niet dat ik die ga gebruiken, maar toch. Ik wil alle items oppakken die ik op kan pakken. Rennen! Ren weg voor die Electrikes! Go, 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 go! Gaan we nog even hier naartoe? Gaan we hier nog even kijken bij die Diglett? Of hier nog wat itempies liggen? Kijk, hier ligt sowieso nog een itempie. Een Energy Root. Nice. En wat ligt hier? Silver Powder. Oké, top. Zal ik dan nog eventjes hier zo een battle doen met deze Eevee Lover? Die gooit er een Milterie uit. Dit is zo'n rare Pokémon. Milterie is echt weird. Go, Razorleaf! Dit ging soepel. Hoppa. En Milterie is down. Oh, en dat was het ook gelijk voor deze Pokémon Kid. Oh, je zag gewoon in de ogen dat ze er zoveel van had verwacht. Wat gebeurt er? Wooloo, where do you think you are going? Hebben we een Wooloo?
Ik ben nog steeds geen Wooloo tegengekomen. Ik zie overal Wooloos. Iedereen heeft Wooloos. Deze man heeft ook weer een Wooloo. En ik ben nog steeds niet in het wild een Wooloo tegengekomen. Deze man vraagt... Oh, jij bent een van de gym challenges, toch? Yep. Ja, we hebben elkaar gezien bij de openingsceremonie. Mijn naam is Milo. Ik ben de gymleader. En ik hou van grass-type Pokémon. Ik wil heel graag met je battelen, omdat jij aangedragen bent door de champion. Ren maar naar beneden. Kom in mijn stadion en dan gaan we battelen. Oké, let's go. Moet ik tegen Wooloo battelen? Zo zonde dat ik nog steeds geen Wooloo heb gevonden, jongens. Zo zonde. Bob staat hier ook weer te chillen. Die zegt, nou, kijk eens Rikachu. Dat is Turfield Stadium daar zo. Ja, het ziet er goed uit. Het is weer een aardig groot stadionnetje, jongens. De gymleader is terug. Milo is zijn naam. Maar er staat helemaal vol met challengers. Duurt nog wel even voordat wij aan de beurt zijn. Maar Sonja, die zocht je. Ze wilde je iets vragen. Nou, is goed. Maar eerst ga ik even mijn Pokémon healen. Wow, wow. Oh, dat is de Yamper van Sonja. Die moeten we even volgen. Maar eerst ga ik dus even mijn Pokémon healen. En dat is dan tegelijkertijd het einde van deze video. In de volgende video ga ik Sonja bezoeken. Ga kijken wat ze te vertellen heeft. En ga ik de gym challenge doen. Want daar heb ik onwijs veel zin in. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer kanaal. Come on. Waarom struikel ik altijd over die zin? Abonneer op mijn kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rikachu. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!